was een nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. Mijn naam is Jaapie. Mijn naam is Laura. Mijn naam is Laura. En wij zijn de jury van Raad de Echte Bob. Laat de Bobs maar komen. Dat is raar. Bobbies! Laat de Bobbies maar komen. Bobbies. Oh, 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 oh. Oh. Jullie staan echt slecht. Oh, staat op het echte staan. Daar. Hallo. Hallo. 2 en 4 wisselen van plaats. Bob 1 is groot. We hebben Bob 1, 2, 3, 4 en 5. En om de 5 minuten moeten wij iemand eruit stemmen. Als we het juist stemmen op het einde van de video, winnen wij. Ja. Anders wint... Team Bob. Ja, Team Bob. Laura die is al aan het zwelen, maar de eerste vraag die komt van Jaapie. Kunnen jullie eens zwaaien naar ons? Met 2 handen daar, nummer 1. En de rest met 1 hand. Nummer 1 was met 2 handen. En de 4 anderen met 1 hand. We mogen pas in ronde 3 ernaast gaan staan. Eerst moeten we nu 1 iemand eruit stemmen. Ik heb wel al iets goed opgemerkt. Bob 2 was de enige die even wachtte en keek naar de rest en dan pas zwaaide. Oh, lekker, Laura. Bob 1, hoeveel dagen is het geleden dat je nog hebt meegedaan aan een video, aan de laatste video? Oeh. Oh. 3 dagen? We hebben nogthans gisteren een video met Bob gefilmd. Het is zelfs ja, Bob er ons aan het inluisteren is, want zij zijn ook een team. Ja. Kunnen jullie elk om de beurt, we beginnen bij 1, springen in de lucht. Ja, oké. Ja, oh, dat pasje daarna. Ja, was niet stabiel. 3. Oh, kraakt daar nog alles? 4. Oké, oké. 5. Maar ik denk dat we de eerste ronde al gewoon kunnen afsluiten, ja, toch? Ik denk ja, het ik denk het zijn we het eens? Daar zijn ja. Laura, we beginnen bij jou. Wie staan we eruit voor de eerste ronde? Nummer 1. Nummer 1? 1. 1, sorry. 1, sorry. 1, doei. Je mag de witte deur nemen, 1. Dank u wel. Doei. Heel is niet de echte. Ja, en mag ik iets zeggen? Ja. Maar misschien is het een beetje raar. Ik zag vormen. En jij weet dat Bob een man is. Bob is plat. Ja. En... Wat heb je al gezien, Jaapie? Nummer 4, die is altijd aan zijn neus bezig. Nummer 4, zijn neus jeukt hoor. Kijk, en nu doe je en nu doe iedereen dat. Ja, 2 ja, ja. Ja, en 3. Okay. Ja, ik heb even opstreven. Ik denk dat het tijd is voor de tweede ronde, toch? Ja. Let's go. Alright, 2e ronde. Nu is het tijd voor wat meer beweging. Het is wel ook al moeilijker, want qua grootte is het nu wel redelijk gelijk allemaal. Maar ik heb een vraag voor nummer 4. Kan jij de deur gaan sluiten, alsjeblieft? Jij bent 2! Dankjewel, Ik heb wel nog een goede vraag voor Bob. Ik heb gehoord dat Bob af en toe graag eens gamet. Zijn lievelingsspelletje weten we ook, denk ik allemaal. Is het FIFA steek je rechterhand in de lucht? Is het... Black Ops of Gold War, of we noemen het daar. Call of Duty. Call of Duty, linkerhand in de lucht. Doe maar, op 3, 2, 1. Oh. Nummer 5. Nummer 5. Oh, 5. 5 keer gewoon wat de rest deed. Ja, maar iedereen zegt FIFA. Nee. Rechts nee, was nee, 4. Nee, rechts 5 en 4 zeggen Call of Duty. En hun 2 zeggen FIFA. Nee, enkel 4 zegt Call of Duty. Ja, dat denk ik ook. Zijn we nu zo slecht? Kom op. Ja, ik zag iedereen de rechts. Enkel 4. Oh. Oké, we moeten elk om de beurt een rondje draaien. 2 mag beginnen. Mooi, wat een mooi pakje. Elegant. 3. Oké. 4. Oh, dat was snel. Oeh, dat was snel. En ja, 5. Bob is wel actief. Dat is de enige die de andere kant. 5 is verdacht, man. Maar eigenlijk was 5 gewoon het opvallend. Maar ik denk ja, dat Bob expres verkeerd gaat antwoorden. Ja, dat denk ik ook. Bob kan er al zin luizen. Want als wij Bob niet raden, dan wint Bob. Ja, en die wil wel winnen, denk ik. Dat is een winnaar. Ook. Die heeft ook al veel challenges gewonnen. Ja, en haat er altijd heel hard voor. Ik heb een goeie. Bob, als tikkertje jouw favoriete spel is... Mag ik mijn vraag afronden? Doe maar. Als tikkertje jouw favoriete spel is, steek jouw rechterhand in de lucht. Speel je liever verstoppertje, steek dan jouw linkerhand in de lucht. Nu was 3 echt aan het afkijken. Ja, het maakt mij niet uit wie links of rechts doet. 3 was aan het spieken. Ja. Ik denk dat een Bob Espres verkeerd antwoordt. Ik ook. Of spiekt. Ja, maar het alarm is gegaan. We moeten iemand eruit stemmen. 5. Ik ook 5. Ik zeg 3. Ik zeg 5. De meerderheid gaat voor 5, dus 5. Jij mag de opstelling verlaten. Dankjewel. Dankjewel, 5.
Okay. Ik denk oprecht dat jullie de echte Bob maar hebben uitgestemd. Geen grap. Nee. Geen grap. Nee, ik denk vijf is de echte Bob. Nee. Vijf, die keek wel echt zwaar. Nee, ja. De eerste maar die deed opzettelijk dan. Nee, vijf is niet de echte Bob. Die deed opzettelijk. Jawel, nee. Ik zag aan de handelingen. Ik zeg dat vijf de echte Bob is. Ik zeg van niet. Ik zeg het ook niet. Ik schrijf het nu op. Vijf is de echte Bob. En waarom? Oh. We zijn het niet meer eens na twee Bobs die we hebben weggestuurd. Ja. Meerderheid beslist, hè. Ja, akkoord. Maar nu ben ik het twijfelen. Jullie kunnen ook luisteren naar mijn meningen. Dat is waar. Maar ja, dan moeten we eerst overleggen voordat we zeggen ja, ga maar weg. Inderdaad. Ja. Kom terug. Kom terug. Nee, niet terug. Mag je wel terug? Ik roep hem terug. Ja. Nummer vijf. Kijk, is Bob, man. Kijk, nu is hij terug, maar zijn kraag zit wel nog iets. En als ja, als wat wil je daarmee zeggen? Dat hij weer weg mag, of wat? Nee, dat hij iets aan het doen is. Hij doet iets anders. Hij wil anders zijn. Ja, dat is wel waar, maar ik vind hem te klein om Bob te zijn. Ja. Allee, we gaan nog één keer stemmen, kijk, omdat er zoveel discussie is. Twee is toch niet Bob? Ja. Waarom stem je dan op vijf? Oké, kom. Ja, we gaan nu stemmen. Vijf. En ze blijven voor vijf gaan. Ik zeg nog altijd drie eruit. Sorry, ja, ik blijf bij vijf. Vijf, ja, sorry. Ik ook vijf. Vijf vertrekken. Sorry. Bob, salut. Nee, dat is keer terug. Ik denk iemand. Kijk, jullie hebben beslist. Ja, oké. Okay. We gaan naar de volgende ronde. Ik denk nummer vijf is te klein. Welkom bij ronde 3. En als jullie hebben opgelet, dan is ronde 3 de ronde waar één iemand van ons naast de drie laatste Bobs mag gaan staan. Oeh, dat weet moet ik al niet. Ja, ik alles is niet, want naast mij zijn ze allemaal klein. Maar ik zie Bob het meest naast u. Moet ik gaan staan? Ik weet het niet. Wil jij of gaan Jasper staan? Of Jasper. Ja, Jasper. Je mag eens ruiken ook. Ik denk dat jij ongeveer Bob zijn grote vader. Ik zeg het niet. Oh, kom. Vier. Deze is. Nee. Vier is te klein. Ga nog eens naast 3 en 2 staan. Nee, 3 is het ook niet. En 2 is het ook niet. Ja. 2. Ik zeg nog altijd 5 is Bob. Jullie hebben de tweede ronde al eruit gestart. Ja, maar ik okay. Sta ook nummer 2 heeft warm. Nummer 2 heeft warm. Bob is het wel gewoon in een pak. Bob nummer 4. Ja, Bob die houdt van twerken. Kan jij eens een twerkbeweging maken? Moet maar 1 seconde zijn. Niet veel. Bob nummer 4, jij bent 2. Niet vergeten, hè. 2, 3, 4. Wil je niet twerken? Bob... Misschien denkt hij Bob twerkt niet. Nummer 3, wil jij eens twerken? Kijk, zie je, ze denken dat Bob niet twerkt. Alleen, kom maar. En Bob nummer 2, wil jij eens twerken? Ik wil dat Bob zijn leukste dansmove doet. Beginnen bij 2. Doe eens je leukste dansmove. Oh, hij ging swishen. Hij doet deze. Ja, maar... Doe maar. Kom op, Bob. Ja. Bob 2 eerst, kom aan. Ja, dat is hem. Dank je. 3. Nee, dat is Bob. Doei. 3. Ja, oh, ja. Dat doet Bob vaak. Hey, maar ja, ze biedt onderschatten we Bob zijn groei. Oh. Voordat we gaan stemmen, gaan we wel overleggen, toch? Ja, belangrijk. Okay. Maar ik zou eerst stemmen en dan... Nee. Twee heeft het echt warm. Maar 2 maakt ook de meeste bewegingen en het meeste vertrouwen. Ja. Maar 2 weet misschien ook, Bob heeft eigenlijk nooit warm. Ga ik dus er doen alsof... Ja, warm. Dat kan ook. Maar ik zou 2 laten staan. Ja. Ik denk op vlak van lengte dat we Bob 4 eruit moeten doen, ondanks die laatste beweging die mij wel weer niet twijfelt. Die laatste beweging heeft mij ook weer doen twijfelen. Waarom hou je 3 er dan nu in en daarnet niet? Ik denk 3 misschien. Ja, ik stem nog altijd op 3. Voilà, ja, ik stem op 3. Ik vind ook 3. Ik vind 3 die is iets te stijf. Ja, dus hebben we nu in overleg 3? Ja. Hebben we 3 in overleg? 3? Iedereen 3? Ja. Ik wil 3 weer terug. Ik wil 5 terug. 3 eruit. 3 eruit, dankjewel. Bob doet nooit dat zo. Niet, nee, Bob doet dat niet. Maar 4! Hey, 4 is waar nog goed, hè? 4 doet het echt goed. In het begin was 4 zo, maar nu... Nu komt 4 hij begint door. Vertrouwen te krijgen. Of zij. Bob is heel goed in editen. Ja. En degene die de hele tijd aan het kijken is naar de kruisjes waar ze moeten staan, is 2. Ja, ik had het ook gezien. En die let het meeste op de plaats. Is... Ja, dat is slim. 2 is toch... Veel te groot voor Bob. Ik vind dat ook. Als je die mens daar ziet staan. Ik zeg 2. 2, dat is te groot, jongens. Ga jij 1 keer naast Bob gaan staan? Ja. 1 keer. Het is de laatste ronde. Ja, ze leest hakken aan, maar dat geeft niet. Dat is moeilijk om te zien. Hè. Doe een klein beetje boekje. Doe dat uit. Ja. Oh, iets ben ik echt.
Maar hey, kijk, je bent toch niet even... Je bent toch veel groter als Bob? Ja, ik denk dat ook. Nee. En kan je straks de Bob 4 gaan staan? Ja, maar ik denk eerder die verhouding, geen grap. Nee. Doe je schoenen uit. Ruik anders stiekem ook eens aan 4 en 2. Nee. Die is te klein. En de andere? Hé, hey, niet op je tippen staan. Hij is aan het vals spelen, hè. Ja, dat is het. Als het toch 2 is, mijn excuses aan iedereen, dan is het 5. Ik begin te twijfelen, maar toch denk ik nog steeds dat het 5 is. Het is 2. Wat? Ze ruikt. Ik ruik Bob zijn wasverzachter. Dat weet je, het is 2, maar we zeggen het al van in het begin, zeggen we. Bob blijft zo'n slaven bij ons. En ik ken zijn geur. En het ruikt lekker aan Bob. Maar ik heb het ook gezien gewoon toen dat hij moest zwaaien, dat hij zo keek. Ja, en dan, ja, dat doet Bob altijd kijkt Bob eerst eens voor hij iets doet. Zijn we eens? Wie is onze Bob van deze die hier nog staat? Ja, van die dan hier zijn 2 zeker. Hè? Ik zeg ook 2. Ja, 2. Dat mag 4 goed gedaan, maar je mag ook het podium verlaten. Dankjewel, 4. Wij hebben dus gekozen voor Bob nummer 2. Ik begin nu ook wel te twijfelen. Ik dacht in het begin, het is 5. Ik was ervan overtuigd. Maar nu twijfel ik ook wel tussen 5 en 2. Dus we mogen alle Bobs plaatsnemen. En dan... Vijf is niet normaal. Ik heb 1, maar 1. Ik was 1 vriend. 1 hebben we niet gemist. 1 is boos. 1 is boos. Ik ga niet gemist. Heb je dat gezien? Nu iedereen hier staat, zijn we nog overtuigd van onze keuze? Ja. Oké, dan is het moment aangekomen, het moment van de video. Ik ben bang. De echte Bob, die mag naar voren komen. Oh, dat is niet normaal. Nee, dat is niet normaal. 5 gaat naar voren stappen. 3. Vier. Wie hadden wij? 2? Ja. 1 en 2. 2. 5. Nee, die is Bob. 3 is Bob. Alle Bobs, goed gedaan. Dankjewel. We hebben toch, ik zeg wel, want we zijn een team. We hebben toch de echte Bob geraden. Laat weten in de reacties of jullie de echte Bob hebben geraden. En wij zien jullie gewoon in de volgende video. Peace!